school hebben we een voorbereidende les gedaan. Want we hebben een geschiedenisboek en daar gaat een heel hoofdstuk over Rome. Er is een bus om ons te komen ophalen van school en daarmee zijn we hierheen gereden. Een hele grote paardenrenbaan waar wel 250.000 mensen in konden. Ik had het idee dat we in een andere tijd zaten. Ja, je komt in een soort van sfeer van de oudheid en je komt een beetje achter van hoe zij in die tijd hebben geleefd en hun manieren en hun tradities en hoe, ja, wat voor hun normaal was. Maar deze kerk qua stijl ziet er niet echt uit als het oude Rome. En toch hebben mensen hun best gedaan om het toch een beetje terug te brengen met die triomfboog. Ik vond het filmpje het leukst over gladiatoren en leeuwen. En ook weer op een grafkist. Waarom zou die nou op een grafkist? De gids was wel prettig, want die ging ook gewoon overal op in en ze vertelde ook gewoon heel erg veel. Dit zou Jezus kunnen zijn. Jezus die de mensheid redt, het verloren schaap redt. Ik vond het heel erg leuk dat je echt een revolutie zag van het oude geloof naar het hedendaagse geloof. Hij kijkt met zijn blik, stalen blik. Hij komt het volk helpen. Hij is hier de held. Hij gaat wat doen. Hij is ook een soort god. Ik heb geleerd dat keizers echt als een soort van oppergod werden vereerd. Het was ook wel leuk een dagje vrij van school om wat leuks te gaan doen. Naar een tentoonstelling gaan en het vond het gewoon heel interessant. Als je veel wil weten over Rome of als je al een beetje vanaf hebt, moet je eigenlijk dit gewoon wel zien. Want dit is gewoon allemaal heel erg mooi en cool gedaan en je leert er ook gewoon echt heel veel van.